gaan even naar de andere nieuw aangeschoven gast, Nienke Blauw. Welkom in de uitzending. Dank je. En je was er een paar weken geleden ook. Ja. We hebben het onder andere gehad over Bamenda. En de reden dat je hier nu ziet, heeft dan toch weer te maken met iets wat helaas niet doorgaat. Want je zou een veiling gaan organiseren. Die heb je ook georganiseerd. Die staat in de stijgers. Maar corona. Ja. Ja. Dus na de persconferentie van afgelopen maandag was het voor ons niet direct duidelijk of het door zou kunnen gaan of niet. De veiling zou op 9 oktober plaatsvinden op het stadhuis met de burgemeester als veilingmeester. Ja, ja, we verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we een paar weken geleden bij het plant-event in Door de broer van de burgemeester als veilingmeester zagen bij een door Daantje georganiseerd event. Ja, dat klopt. Jij had Wouter Kolff gestrikt. Ja, dat klopt. Het schijnt dat ze op elkaar lijken. Ze lijken inderdaad op elkaar, dat klopt. Dat is wel leuk om te zien, ja. Ja. Nee, en dat was inderdaad ook een hele leuke veiling. Ik was er zelf ook bij. Dus ik dacht, nou, dat is een mooie voorproef voor onze veiling. Maar helaas, het was ook wel 30 mensen, exclusief personeel. Dat was al de afspraak. Nou, dat zou eventueel binnen de regels vallen. Maar vanuit de gemeente werd toch besloten dit is zo kantje boord, laten we het toch maar niet doen. Mm-hmm. Alle begrip daarvoor, maar het is natuurlijk wel heel erg jammer. Ja. Want wat je al zegt, alles stond al in de stijgers. Dus, en is het dan een extra kritisch oordeel vanuit de gemeente, omdat de burgervader daar een prominente rol vervult? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik ben niet degene die op de stoel van de beslissingen zit. Maar mm-hmm. Het zou kunnen. Maar nogmaals, ik vind het terecht. Ik heb ook respect voor de beslissing. Het is alleen gewoon jammer. Ja. Het is in feite zo nu dat vanwege de strijd tegen corona hier, de veiling die bedoeld was om de mensen bij Menda te helpen met hun strijd tegen corona, daar nu uitgesteld moet worden. Ja. Het is, ik denk ook wel goed om te zeggen dat het niet afstel is, maar uitstel. Ja. We gaan zo gauw mogelijk een nieuwe datum prikken. En daarbij gaan we ook kijken wat de mogelijkheden zijn om het online te doen. Omdat we natuurlijk toch nu nog echt niet weten wat de toekomst brengt. Ja. Voorlopig ziet hij er nog niet zo heel erg gezellig uit, laten we maar zo zeggen. Dus ik denk dat online ook een prima optie is. Alleen we moeten eventjes kijken hoe we dat dan technisch het beste kunnen aanpakken. En nou zei je al tussen neus en lippen door dat je ook vooral bezig waren om geld in te zamelen. Om ook in Bamenda iets met deze coronaperiode te doen, want daar is dat natuurlijk ook heel erg hard nodig. Kun je nog even in herinnering roepen van hoe nodig het is om ook daar aandacht aan te besteden? Hoe ziet het er daaruit? Ja, nou, allereerst als je kijkt, zeg maar, als je nou gaat kijken op websites en je kijkt naar de cijfers met de aantallen besmettingen en sterfgevallen in Kameroen en in Bamenda, dan valt dat erg mee in vergelijking met bij ons. Dus in eerste instantie denk je, hoe hard is dat nou nodig? Maar in het begin, toen wij hier onze intelligente lockdown hadden, heeft de regering van Kameroen vergelijkbare maatregelen getroffen. In Bamenda is een heel groot deel van de economie informeel. Ondernemers die echt iedere dag hun maaltje bij elkaar moeten verzamelen en die dus ook niet een winkel hebben of iets dergelijks, maar echt gewoon de dag te dag. Ja. Ja, en als je dan dus bij elkaar uit de buurt moet blijven, niet naar de markt kan gaan, alles op slot, dan ben je in één keer gewoon alles kwijt. Ja. Er is daar ook geen sociaal vangnet. Ik bedoel, hier hebben ondernemers het super zwaar, we hebben het net gehoord. Hartstikke naar en valt compleet niet te bagatelliseren. Maar als je dan, gelukkig is er dan nog iets van een vangnet in Nederland. Ja. Dat is er in Kameroen gewoon totaal niet. En er is een overheid die toch nog iets aan extra maatregelen neemt. Tegemoetkomingen die nog een beetje helpen. Ja, dat heb je in Bamenda dus helemaal niet. Daar is het gewoon, ik kan mijn handeltje niet drijven, ik heb niks. Ja, klopt. En die maatregelen zijn op een gegeven moment wel versoepeld. Dus inmiddels is er in principe weer meer mogelijk. Maar is helaas ook zo, en dat ik denk dat veel van de luisteraars dat eigenlijk ook wel weten, dat in Bamenda ook al een aantal jaren een gewelddadig conflict aan de gang is. Ja. Waardoor de economie in Bamenda sowieso al op zijn knieën lag voordat corona intreden deed. Dus het is echt de combinatie van het conflict wat al jaren gaande is, plus corona. Dat heeft gewoon gemaakt dat heel veel mensen in armoede terecht zijn gekomen, honger hebben. En veel ondernemers die wij door de jaren heen gesteund hebben. De Stedenbond bestaat al 25 jaar. En we hebben bijvoorbeeld heel erg goed. Net zo lang als Kunstrondje Dordt. Oh, kijk, wat leuk. we hebben met een hele goede vrouwenorganisatie samengewerkt. Heel veel vrouwelijke ondernemers aan een bedrijfje geholpen. Nou, dat is de afgelopen jaren in eerste instantie al door het conflict voor
een deel verwoest en corona er nog overheen. Dus ja, een van de projecten die wij steunen door middel van de veilingopbrengst is van die vrouwenorganisatie die vrouwen leert om online te verkopen en andere bronnen van inkomsten te krijgen. Nou ja, dat is natuurlijk super goed. Ja. Dat is echt lange termijn nodig ook. Dus ja, nou ja, we gaan er natuurlijk wel mee verder. Het is denk ik ook wel goed om te weten dat op onze website staat, we hebben een speciale pagina voor de veiling. Mm-hmm. Die blijft ook actief. Er staat een veilinglijst op. Er hebben heel veel Dordtenaren ook prachtige dingen aangeboden voor de veiling. Ja. Die staan daarop. Mensen kunnen daar gewoon naartoe gaan. www.dordrecht-bamenda.nl/veilingvoorbamenda. Ja. Daar staat een veilinglijst. Daar kan je gewoon op voorbieden. Dus er staat een e-mailadres, contactgegevens. Het is een soort mini Katawiki. Klopt, ja, mini Katawiki. Nou, we kijken ook inderdaad of, of dat misschien de online optie gaat worden dan inderdaad. Maar op dit moment kan je dus al gewoon door via e-mail of WhatsApp of Facebook Messenger een berichtje sturen voorbieden. Ja. En ja, we hopen gewoon dat de nieuwe datum zo snel mogelijk is. Zodat we dan met dat bod wat dan ligt gaan veilen. Maar ja, anders als het te lang duurt gaan we misschien wel gewoon voor de hoogste bieden dat die het dan gewoon kan kopen. Ja. Nog voordat we de echte veiling hebben. Er staan echt prachtige dingen. Nou, ik ben benieuwd. Laat in ieder geval weten wanneer de nieuwe datum er zal zijn. Noem nog even de domeinnaam die mensen moeten intypen thuis. www.dordrecht-bamenda.nl/veiling-voor-bamenda. Kijk. Dus een hele reeks. Kijk er terug. Maar ga vooral ook op die website kijken. Sylvia, 25 jaar kunstrondje. Ik heb begrepen dat de leden, of een aantal van de leden, er in ieder geval zondag nog even bij stil gaat staan. Ja, dat klopt. Ja. Dus, wat is het plan? Ja, we gaan een gezellig feestelijk ontbijt doen. Bij een van onze Dordtse horeca. En ja, dan gaan we toch met onze leden stilstaan bij 25 jaar samenwerking. Ja. En vriendschap. En er zijn allerlei restricties. Het is jullie gelukt om dat coronaproof aan te bieden. Dat is ook niet voor niks dat we natuurlijk naar het magazijn gaan. Dat is een grote zaak. Daar mogen 30 mensen in. Dus desnoods gaan we in delen met de groep zitten. Komt goed. Maar dat is zeker coronaproof. Ja. Nou ja, ik wens je daarmee in ieder geval een hele erg fijne zondagochtend. Ik kan stiekem verklappen dat ik aanschuif. Dus ik ben daar ook nog even. Vooruitblik je naar de volgende 25 jaar kunstrondje Dordt. Ik bedoel, wat zijn nou de wensen die jij echt nog heel graag wil vormgeven? Heb je daar een beeld bij? Jeetje, nou ga je me wel wat vragen hoor. Ja, zo ben ik. Nou, ik hoop eigenlijk dat we met een leuke grote groep, zoals we nu, ondernemers, kunst en antiek levend kunnen houden. Dat hoop ik. En het hoort bij Dordrecht. Onze historische stad heeft gewoon alle potentie om de mooiste stad van Nederland te zijn. Ja. Dat zijn we eigenlijk ook gewoon, vind ik dan. En nou ja, ik hoor dat ook echt vaak van mensen die de stad bezoeken. Ja. We moeten eruit alweer.